Op het Koning Willem II College in Tilburg is de 16-jarige Pepijn Jansen herdacht. Hij stond dinsdagavond samen met vrienden bij een bushalte te wachten toen hij door nog onbekende oorzaak op straat belandde. En daar werd hij aangereden door een auto. Niet veel later overleed hij. De dood van Pepijn zorgt voor een grote schok in het dorp. Hij zat op de plaatselijke hockeyclub en was geliefd op school. Die school opende vandaag de deuren om leerlingen een kans te geven elkaar te steunen en samen te komen. Allemaal pubers, een jaar of 16, 15. En dat is dus heel erg ingewikkeld en niet te bevatten. Het is voor ons al niet te bevatten. En voor kinderen, want ze zijn eigenlijk nog steeds kinderen, is het natuurlijk verschrikkelijk om mee te maken. En we hebben net geprobeerd om bijvoorbeeld door wat teksten op te schrijven, door iets in te richten, om ze een beetje daarbij te gaan helpen. Ja.